Welkom allemaal, welkom bij deze Social Talk van de Special Social Club. Dit is de eerste van 2024. Komen er nog meer, dus hou de website in de gaten. Wat gaan we vandaag doen? We gaan het hebben over aangepast sporten en de Paralympische Spelen. Mijn naam is Sjoerd Reteler en ik ga jullie straks beginnen mee te nemen in een stukje over het belang van sporten en specifiek voor mensen met een beperking. Nadat ik dat heb gedaan, gaan we even kort naar een filmpje kijken waarin Esther Vergeer onze kijkje achter de schermen, in een kijkje achter de schermen meeneemt hoe het er nou aan toe gaat. En daarna gaat het pas echt beginnen, want dan hebben we sprekers. En de eerste twee sprekers die we vandaag op het podium hebben zijn Claire en Paul. Allebei hard sportend, de een aan het trainen voor de Paralympische Spelen en de ander heeft al een Paralympische Spelen meegemaakt. Zij gaan ons vertellen hoe het is om topsporter te zijn en wat er allemaal bij komt kijken. En daarna hebben we drie fantastische organisaties op het podium. En zij gaan ons eigenlijk meenemen in hoe bereik je nou mensen en hoe kun je mensen motiveren om te gaan sporten. En wat doen deze drie fantastische organisaties om mensen met een beperking aan het sporten te krijgen. Maar een wedstrijd kan niet beginnen zonder warming up. Dus daar gaan we mee beginnen. Kijk naar mij, kijk niet naar je buren, kijk naar mij. We moeten warm worden. En hoe word je warm? Dat doe je door te bewegen. En iedereen beweegt anders hier. Mijn rechterbeen beweegt slechter dan mijn linkerbeen. Mijn rechterarm beweegt slechter dan mijn linkerarm. Dus beweeg wat je kan bewegen. Ja, geluid maken mag ook, want geluid zijn trillingen. En trillingen is ook beweging. Ja. Ja, ik zie iedereen fanatiek bewegen. Heel goed jongens. Nou, volgens mij is het merendeel van de mensen zijn al warm inmiddels. Dus dat gaat hartstikke goed. Het is hier ook vrij warm. dat komt hartstikke goed uit. Zoals ik al zei, mijn naam is Sjoerd Reteler en als jong kind heb ik een ongeluk gehad. Ik ben met mijn fiets gevallen, ben in coma geraakt en daardoor heb ik hersenbeschadiging opgelopen. Toen ik in een revalidatiecentrum kwam, want natuurlijk heb ik in een revalidatiecentrum gezeten, toen was alles gericht op veiligheid, langzaam stapjes zetten en zorgen dat iemand weer langzaam komt te participeren in de samenleving. Nou, dan moet je niet bij mijn ouders aankloppen, want mijn ouders zeiden, wij gaan ons kind gewoon meenemen op wintersport. Want we gaan met de andere twee kinderen gaan we skiën, dus dat willen we ook met nummer drie. Dus hij gaat gewoon mee. Dat ging niet. Dat mocht niet van het revalidatiecentrum op dat moment. Want die zeiden, doe dat nou maar niet. Dat is alleen maar confronterend. Dan wordt hij alleen maar gewezen op het feit dat hij niet zo goed kan skiën als zijn broer en zijn zus. En dat moet je helemaal niet doen. Dat is ook helemaal niet veilig. Dus twee dagen later was ik ontvoerd uit het revalidatiecentrum en stond ik in de sneeuw. En dat was mijn eerste kennismaking met sporten. En dat was voor mij op 5-jarige leeftijd ook de eerste realisatie dat ondanks dat ik een handicap heb, dat sporten er gewoon bij hoort en dat je binnen sport gewoon normaal kan zijn. Ik ben daarna gaan voetballen, heb daarna een uitstapje naar tennis gemaakt. Daarna heb ik geroeid tijdens mijn studententijd. En 2 jaar geleden heb ik de Kilimanjaro beklommen. En voor mij staat het vast. Sporten hoort erbij en sporten is een manier om van het leven te genieten. Maar nu even de vraag. Wie van jullie sport er? Kijk, daar hoopte ik al om. Ja, want dan begin ik even hier. Is er iemand met een microfoon in de zaal ook? Yes. Man, jij sport er. Dan kun je me vertellen wat je doet? Ja, dat heb ik gedaan. En af en toe red ik nog voor een goede doel met de Special Social Club mee. Kijk, ja. Hartstikke goed. Daar gaan we het zo over hebben ook. En wat betekent sport voor jou? Wat doet het met je? Sport, ja, daar leer je ook gewoon met bepaalde situaties omgaan. Je toch ook doorzettingsvermogen hebben. Doorzettingsvermogen met bepaalde situaties omgaan? Klopt. En wat ik heb jaren geen atletiek gedaan. En ook geen voetbal gedaan. En dat heb ik proberen te combineren. En ook meegedaan met de Special Olympics, zeg maar. Kijk, hartstikke goed. En zijn er nog andere mensen? Ik zag iedereen met handjes omhoog. Dus volgens mij kun je willekeurig iemand uitkiezen en dezelfde vraag. Welke sport, de mevrouw daarachter? Ik fiets zelf
Fiets heel veel? Ik fiets heel veel. Ik ga heel veel fietsen. Als het mooi weer is, ga ik lekker fietsen. En wat doet dat met jou? Wat levert het je op? Lekker frisse lucht. Frisse lucht? Buitenlucht. Pak een terrasje. Prima. Ja. Kijk, hartstikke goed. Ja, hartstikke goed. Ik zwam heel veel vroeger. Maar door mijn epilepsie mag ik niet meer alleen zwemmen. Dat is het nadeel, want ik woon alleen. En dat is, ik probeer het zwemmen weer terug te pakken, maar dat kan ik niet meer terugvinden. Dus, nee. ik loop veel, ik fiets veel. Ik heb nu gewerkt en het zwemmen kan ik alleen maar niet meer terugpakken. Maar je geniet nog wel weer van het actief zijn en het buiten zijn, dus dat is hartstikke mooi. Ja. Ja, en dat momenteel werk ik als... je mag weer gaan zitten hoor. Momenteel werk ik als onderzoeker op inclusiegedrag binnen sport en bewegen bij de Haagse Hogeschool. En doe ik ook echt onderzoek naar wat de waarde is voor sport. En wat je dus ziet is dat iedereen hier die sport, en voor iedereen betekent het iets anders. En dat klopt ook, want het kenniscentrum Sport en Bewegen heeft uitgevonden dat er meer dan 80 wetenschappelijk positieve effecten zitten aan sporten voor mensen met een beperking. Dus eigenlijk zou het heel normaal moeten zijn dat mensen met een beperking gaan sporten. Maar dat is helaas niet zo. En in Nederland heb je ongeveer 2 miljoen mensen met een beperking, in wat voor een vorm dan ook. En van die 2 miljoen mensen sport, moet ik even goed op elkaar spieken, sport maar ongeveer 25%. Terwijl onder mensen zonder fysieke beperking is dat meer dan 50%. Dus wat je daaraan ziet, is dat er nog veel meer mensen enthousiast moeten worden over sporten. En dat we nog veel meer mensen aan het sporten moeten krijgen. Juist omdat het zo gezond en zo goed is voor iedereen. Zoals ik al zei, ik werk bij de Haagse Hogeschool en daar zijn we ook mee bezig. En dat doe ik op dit moment op 3 projecten. En het eerste project is op een middelbare school. En daar kijk ik op de gymles, in de gymles, bij de leerlingen, hoe je de sportles, de gymles op een middelbare school zo goed mogelijk aan kan sluiten bij de leerlingen zelf. Want dat is belangrijk, omdat je er daarvoor kan zorgen dat de leerlingen ook echt plezier krijgen in sporten. En plezier is het allerbelangrijkste om te blijven sporten. Nou, daarnaast doe ik een ander project in Den Haag. En bij dat andere project zijn we ook echt projecten, dus trainingen, sportsessies aan het opzetten op lokaal niveau, echt op wijkniveau. Dus gewoon echt de wijk in, mensen meenemen om die aan het sporten en bewegen te krijgen. Want het moet natuurlijk wel ook kunnen. Je moet dicht bij je waar je woont of waarbij je in de buurt, moet je kunnen sporten. Dus er wordt aan alle kanten al hard gewerkt om ervoor te zorgen dat mensen kunnen sporten. En dan nog een laatste, waar ik op dit moment mee bezig ben. En dat is een aanvraag om een training te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat mensen ook daadwerkelijk die stap gaan zetten om te sporten. Want het blijft heel confronterend en moeilijk soms. En dat zullen best wel een aantal van jullie misschien ervaren. Als je naar de sportschool gaat, ik weet niet of er je mensen naar de sportschool gaan, dan zullen er toch mensen zijn die naar je gaan kijken. Of als je naar de atletiek gaat, dan zullen er toch mensen zijn die naar je gaat kijken. En hoe ga je daar nou mee om? Hoe ga je er nou voor zorgen dat je je daar niet door laat afremmen en dat je gewoon lekker blijft sporten, omdat het je zoveel kan opleveren? En daarom zitten we vanavond ook hier, want we moeten sporten, aangepast sporten, Paralympische sport, normaal gaan maken. En dat normaal maken begint bij zichtbaar maken. En daarvoor hebben we vandaag fantastische sprekers. En om daarmee te beginnen gaan we even naar een filmpje kijken. En dat filmpje, dat is van Esther Vergeer. Esther Vergeer heeft 470 tenniswedstrijden achter elkaar gewonnen. Is op dit moment directeur van het ANWB Open. ABN AMRO. Niet ANWB. ABN AMRO Open tennistoernooi in Rotterdam. En is betrokken bij NOC-NSF. Dus laten we lekker even naar het filmpje gaan kijken. Hallo allemaal. Helaas kan ik er vanavond dus niet bij zijn. Maar we hebben een heel leuk ander dingetje bedacht. Namelijk een aantal vragen die ik nu ga beantwoorden. En daarmee ben ik er dan toch een klein beetje bij. Ik ga gewoon beginnen. Zou je je kort even voor willen stellen? Nou, mijn naam is Esther Vergeer.
Ik ben voormalig Paralympisch sporter. Ik heb geronseltennis nummer 1 van de wereld geweest. 7 gouden medailles gewonnen. En op dit moment ben ik chef de mission van de Paralympische ploeg. Die straks naar Parijs gaat. Vraag 2. Je hebt 7 keer goud gewonnen als rolstoeltennisser op de Paralympische Spelen. Hoe was dit voor jou en wat heeft topsporten jou gebracht? Ja, dat is natuurlijk eigenlijk een hele lastige vraag om zo even in een paar minuten te beantwoorden. Maar nou, naar de Paralympische Spelen gaan is echt fantastisch. Dat platform wat je daar krijgt, aantal bezoekers, media-aandacht, de reuring. Ja, het is echt een heel bijzonder evenement om mee te mogen maken. En dan uiteindelijk ja, met een gouden medaille om je nek naar huis gaan is iets bijzonders. Wat ik ook, ja, dat kan je eigenlijk niet met woorden beschrijven. Dat moet je eigenlijk meemaken, moet je voelen. En ik denk überhaupt het leven als een topsporter heeft mij heel veel gebracht. Veel dingen geleerd over mezelf, wie ik ben, wat ik kan, wat ik niet kan. Maar ook praktische dingen zoals planning maken, discipline, omgaan met tegenslagen. Dus ja, ik ben heel blij dat ik het leven als een topsport heb mogen ervaren. En eigenlijk nu ook nog wel dat ik het als chef de mission zo'n beetje door mag geven aan de volgende generatie. Vraag 3. Hoe ben je ooit begonnen met rolstoeltennis? Ik was 8 toen ik in een rolstoel terecht kwam. En ben eigenlijk door middel van het revalidatiecentrum in contact gekomen met verschillende sporten. Waaronder dus ook rolstoeltennis. Ja, vond ik zo leuk. Dat ben ik blijven doen. En eigenlijk kwam ik er toen pas achter dat ik een beetje balgevoel had. Ben meer gaan trainen. Vond dat steeds leuker en leuker. En ja, ben uiteindelijk nummer 1 van de wereld geworden. Vraag 4. Je hebt de overstap gemaakt naar chef de mission van de Paralympische Spelen. Kun je uitleggen wat dat betekent? Als chef de mission ben je verantwoordelijk voor de ploeg die afreist naar een Paralympische Spelen. Dus dat betekent de sporters, maar ook de staf en de coaches en eigenlijk alle mensen die meegaan. En ik ben verantwoordelijk voor de voorzieningen, de accommodatie, de reis er naartoe, de spullen die daar aanwezig zijn. En uiteindelijk natuurlijk ook moet ik heel goed in contact staan met de sporters. Want ik ben er ook voor hun als het mee zit, als ze hebben gewonnen ben ik er voor ze. Maar ook als het tegen zit, dan ben ik er samen met het team waarmee ik het helemaal organiseer. Maar dan zijn we er voor ze. En dan moeten we ja, de sporters zo goed als mogelijk ondersteunen. Zodat zij zich eigenlijk voornamelijk kunnen richten en concentreren op hun sportprestatie. Vraag 5. Kun je ons meenemen in een kijkje achter de schermen? Hoe ziet een dag eruit? Nou, dat is op dit moment nog best wel veel vergaderen op Papendal bij NOC NSF. Hoe gaan we de teampresentatie doen? Hoe doen we de welkom thuis? Hoe gaan we wellicht huldigingen doen in het dorp? Maar ook hele praktische dingen. Wanneer gaat de vracht naar Parijs toe? Hebben we ervoor gezorgd dat iedereen een zo goed mogelijk plekje in het dorp heeft? De kleding die we aandoen, het ontwerp daarvan, dat is nu natuurlijk allemaal wel klaar. Maar dat hebben we gedaan. Maar ook veiligheid natuurlijk is een groot onderdeel van het team. Nou ja, veilig naar Parijs krijgen. Hoe garanderen we de veiligheid in Parijs? Hoe maken we de reis zo comfortabel mogelijk? Gaan we met de trein? Sommige sporters zullen met het vliegtuig moeten of gaan. En ook heel veel met de bus. Nou ja, dat hele puzzeltje, dat zijn we met z'n allen eigenlijk aan het maken. Is er nog iets wat je mee zou willen geven aan het publiek als laatste vraag? Ja, ik zou haast willen zeggen, volg die Paralympische Spelen op de voet. Het is hartstikke leuk om daar meer te weten te komen over de Paralympische ploeg. Als je de kans krijgt, ja, het is heel dichtbij, hè? Parijs, 3 uurtjes met de trein. Dus ik zou zeggen, boek een ticket, kom naar Parijs om de sport te zien. En ook de huldigingen mee te maken in het Team NL huis. Hartstikke leuk. Dus ik zou zeggen, hopelijk zie ik jullie allemaal daar. En voor nu zou ik willen zeggen, een hele fijne avond. Dankjewel en hopelijk tot snel. Doeg! Nou, Esther vertelde het al. Sporten kan je heel veel leren over jezelf. En het leven als chef de mission van de Paralympische sport is best wel druk. Is best wel vol. En wat ze als laatste zei, vond ik een goede tip, ga het volgen. Maar ga het niet alleen volgen, de Paralympische Spelen, ga het ook delen. Want zoals ik al zei, het gaat om zichtbaarheid. En we moeten het normaal gaan maken dat mensen met een beperking gaan sporten.
En voor die zichtbaarheid hebben we vanavond ook twee fantastische gasten hier. Dat zijn Claire Petit en Paul Toes. En die zou ik graag naar voren willen roepen. Ga lekker zitten. Wat jullie willen. Hoi. Staat hij aan? Weet ik niet zeker. Ja, hij is aan. Mooi. Dan beginnen we ook even bij een introductie. Claire, jij bent hard aan het trainen. Want jouw doel nu is om in 2026 naar de Paralympische Spelen in Milaan te gaan. Ja, klopt. Ik ben Claire Petit. Ik ben 20 jaar oud en ik woon en train momenteel op Papendal. Om voor hopelijk de Paralympische Spelen in 2026 een mooie plak te bemachtigen op het onderdeel alpineskiën. Hartstikke goed. En naast jou zit Paul. En ja, Paul, hoi, ik ben Paul. Jij hebt de Paralympische Spelen al meegemaakt. Ja, dat is inmiddels ook al even geleden. In 2016 zag ik. 2016 mocht ik rolstoel basketballen in Rio. In Rio. Hoe was dat? Ja, zoals Esther al zei, dat zo'n speler is iets magisch. Dat is zo tof. Dat is zo'n ander sfeertje dan elk ander toernooi. De voorbereidingen zijn wel gewoon als een toernooi. Alleen alle dingen eromheen, dat maakt het wel speciaal. Ja. Dat snap ik. Dat kan ik me heel goed voorstellen. En laten we even bij het begin beginnen. Want je komt niet zomaar op de Paralympische Spelen. Dus hoe, Claire, ik begin even bij jou. Hoe ben jij in contact gekomen met het skiën? Eigenlijk ging mijn verhaal een beetje hetzelfde als bij Sjoerd. Ik ben dan wel geboren met een tekort rechterbeen. Dus ik had mijn beperking al vanaf mijn geboorte. En ik heb een oudere zus, dus op een gegeven moment dachten mijn ouders, ja, wij gaan met mijn oudere zus inderdaad normaal gesproken ook op vakantie, op skivakantie. Nou, dat doen we met onze jongere dochter, die moet gewoon mee kunnen. Toen heb ik eerst 2 jaar geprobeerd om op 2 been te skiën, maar met een prothese aan lukte dat absoluut niet. En toen gaf mijn revalidatiearts toenertijd de tip aan mijn ouders om misschien met de VGW mee te gaan. Dat staat voor Vereniging Gehandicapte Wintersporters. En daar heb ik geleerd om dus op 1 been te leren skiën. Ja. Dankjewel. En jij, Paul, hoe ben jij? Want jij deed rolstoelbasketbal. Doe je dat nog steeds? Nee, eigenlijk niet. Jammer. Erg, ja, vind ik ook. Hoe ben je daarin terechtgekomen? Ja, ik heb heel lang geleden, dat is nu dit jaar jubileum. 20 jaar geleden heb ik een ongeluk gehad. Ik zat bij een maatje van mij achter op de scooter. Iemand in de auto die zag ons niet en die knalde op de scooter en toen zat mijn linker onderbeen ertussen. Ik heb hem nog wel, dus dat vind ik op zich wel tof. Maar hij ziet er ietsje anders uit dan dat hij daarvoor deed. Dus ik heb geen gevoel meer in mijn voet. En ook een korte been. Dus we zitten hier wel met aan een korte been op de bank. Hè? Wel een soort hat-trick is het. Wel lekker. Ja, dus korte been. Ik kwam in een rolstoel. En dan gaan andere dingen je opvallen. En mij viel vooral op... andere rolstoelen vielen mij op. Waarom zit ik nou in deze? Waarom is die van jou zo tof? Waarom die van mij niet? Ik wil ook zo'n toffe, weet je wel? Zo ging het. En ik zag allemaal rolstoelen in een gymzaal. Ik woon in Ermelo. Daar gebeurt niet zoveel. Dus daar vallen heel veel dingen wel op. En die gingen allemaal in de gymzaal in. En die ben ik gauw gevolgd. En daar bleek een rolstoelbasketbalvereniging te trainen. Ja, dat was voor het eerst dat ik die sport zie. En ik kwam mocht meteen in zo'n sportrolstoel gaan zitten. Ja, en toen ik daarin zat, toen was ik verkocht. Dat bewoog zo tof en zo anders. En ik miste dat gevoel. Dus ik voelde me opeens helemaal niet zo gehandicapt eigenlijk. En zo begon het. Van een balletje gooien daar in Ermelo. Tot ik opeens uitgenodigd werd om fulltime te trainen op Papendal. En ja, ik weet niet of jou dat ook is, of jij er ook voor traint, maar er is een magisch iets. Hè? Iedereen zegt dat als je naar de Spelen gaat, of dat je jezelf topsporter mag noemen als je 10.000 uur hebt getraind. Die heb je vast wel een keer gehoord. Ja, die heb ik zeker wel een keer gehoord. Ja. Dus dat was het plan hè? In 2006, denk ik, of 2007, werd mij dat gevraagd. Wil je mee naar de Spelen? Dan moet je 10.000 uur trainen. Nou, zo is het begonnen. En dan, want dan begin je met trainen. Je zei het net al, op een gegeven moment wordt je gevraagd, maar je begon gewoon in Ermelo.
Hoe kijk je daarop terug op die eerste jaren? Oh, training bij die club? Ja. Ja, ik had het net al over met iemand die hier in het publiek zit. Ik had opeens dit. Ik vond dit het allerergste op de hele wereld. Omdat het natuurlijk met mijn lijf aan de hand was. Totdat ik bij die vereniging kwam. Ja, daar waren mensen met handicaps. Joh, dat durfde je misschien niet eens. Ik durfde er niet eens iets over te vragen. Mensen zonder benen of hele hoge dwarslesies. Maar het enige wat die mensen aan het doen waren, was gewoon lol maken. En dat begreep ik gewoon niet. Hoe kan je nou lachen zonder benen? Ik in mijn hoofd begreep dat niet. Totdat je met die mensen ging praten en dacht ik, jullie kunnen ook gewoon praten natuurlijk. Weet je wel, jullie zijn ook gewoon, dat is eigenlijk wel leuk. Ja, en opeens had ik iets van, dat erbij willen horen ergens, weet je wel. Ik deed ervoor altijd voetballen en korfbal heb ik gedaan. Maar ja, ik merkte gewoon dat als ik bij die vereniging kwam, het ging altijd heel gauw over mijn been. En dat was, ik kwam daar juist omdat ik het er even niet over heb, weet je wel, als afleiding. En dan ga je naar een gehandicapte, of bij rolstoelbasketbal, weet je wel, die een gehandicapte sport doet. En daar ging het er helemaal niet over. Daar was het, hey, tof dat je bent. Zullen we even oorlog voeren met z'n allen hier in die zaal? Ja, dat wil ik inderdaad. Nou, en daarom bleef het maar komen. Dat is eigenlijk door die mensen daar. Leuk. En was dat voor jou een beetje hetzelfde, Claire? Ja, ik herken inderdaad wel wat jij zegt. Want de eerste opmerking die ik toen tegen mijn ouders of tegen mijn moeder heb gemaakt, was toen ik voor het eerst bij een wedstrijd was met een aangepaste wedstrijd was, heb ik tegen mijn moeder gezegd: mam, echt iedereen heeft hier wat. Zeg maar, dat herkende ik zeg maar niet vanaf waar ik was opgegroeid, inderdaad. Ik heb zelf in een regulier team gehockeyd, in een regulier team, of nou ja, gewoon regulier getennist. En dit was inderdaad mijn eerste aanmerking met een Paralympische sport. En ja, dat is toch heel erg anders. Iedereen heeft een eigen verhaal. Iedereen is op zijn eigen manier gekomen waar hij nu staat. En dat is eigenlijk best wel bijzonder. Precies dit. Ja, ja echt. En was het voor jullie ook confronterend? Want je zei het net al. Je ziet dan allemaal mensen waar je eigenlijk niet aan durft te vragen hoe en wat. Nou, ja, nee. Ja, ik associeerde altijd, als je in de rolstoel zit, ben je gehandicapt. Ik was 18 toen ik het ongeluk had. Daarvoor had ik nooit iets met stoelen of zou ik nooit iemand aanspreken in een rolstoel. Omdat je dat associeert met iemand die gehandicapt is. Terwijl toen mijn been zo kapot was en dan ging ik in de rolstoel zitten. Ja, wat ik net tegen jou zei, het loste juist heel veel op voor mij. Ik voelde me, en dat is nog steeds zo, ook al dat ik hier stukjes loop. Maar ik voel me echt oprecht minder gehandicapt als ik in zo'n kar zit. Dan kan ik gewoon hard en heel lang volhouden. En ik kan overal heen waar ik wil, weet je wel. Dat idee. Lopend, ja, is dat toch minder, hoor. Ik voel me lopend af en toe wel echt meer gehandicapt. Ja, terwijl anderen dat misschien niet vinden. Snap je? Omdat ze die wielen niet zien. En jij? Want jij loopt wel. Ja, ik loop natuurlijk wel. Ik heb inderdaad echt met skiën dat ik voor het eerst inderdaad heb dat ik niet beperkt word door mijn beperking. Het is een van de sporten die misschien wel het meest lijkt op de reguliere sport. We gebruiken bijna allemaal dezelfde materialen, dezelfde pistes, dezelfde courses. Gewoon een hele hoop is hetzelfde. En ja, ik word voor het eerst dus niet beperkt door mijn beperking. Mooi, mooi. En nou ja, dan doe je eerst de wedstrijd. Je bent natuurlijk zenuwachtig. En hoe ging dat, de eerste wedstrijd? Kun je die nog herinneren? Ik was 12. Ik was echt heel jong. Maar ik weet wel dat ik echt heel zenuwachtig was. Ik was misschien zelf nog wel jonger. Ja, dus ik weet echt niet meer precies. Maar natuurlijk ben ik zenuwachtig. Je staat daar. Ik was dan mijn eerste wedstrijd. Was ik voorloper bij de IPCAS-wedstrijd in Landgraaf. Dat is dan van een lager niveau. Een wedstrijd die dan wordt georganiseerd in Snowboard Landgraaf. Het is wel een internationale wedstrijd, dus dat is wel heel erg tof. En daar staat eigenlijk de top aan de start, omdat het de eerste wedstrijd van het seizoen altijd was. En ik mocht daar even als 11-jarig meisje even voorkomen lopen. Nou, ik zag die start daar en ik dacht, nou, als ik bij poort 1 niet val, dan heb ik het echt heel goed gedaan. En jouw eerste wedstrijd, kun je die wel nog herinneren? Nee. Dan zijn we daar snel over uitgepraat. Ja, nee, ik weet alleen. Ja, mijn eerste invalbeurt bij het Nederlands team weet ik nog wel. Ja, dramatisch natuurlijk. je wil het veld in, je wil alles goed doen. Ja, en dan gaat het mis. Dat is wat er aan de hand is. En dan kom je er ook achter dat je echt die 10.000 uur nodig hebt om dat allemaal. Ja, dat allemaal automatismes worden. Dat je niet meer zenuwachtig hoeft te worden. Want ja, je hebt al zoveel rare situaties meegemaakt in training of in wedstrijden. En dan pas
ja, ben je de topsporter. Want dan heb je zoveel bagage in je rugzak. Dan maakt het ook allemaal niet meer uit. En dan weet je hoe je met die zenuwen om moet gaan. Ja. Mooi, dus die 10.000 uur zijn heilig. Ja. Zijn er vragen uit de zaal? Nog niemand? Daar achterin zie ik een vraag. Paul, u had het over zeg maar, tijdens uw actieve sportcarrière en daarna. Ik vroeg me af, hoe was die? Hoe vervang je wat je toen had met sporten? Sport je nog steeds? Wat doe je? Ja, dat is echt een goede vraag. Ja, mijn lijf heeft dat nodig inderdaad. Dat is iets wat je niet meer af kan leren, blijkbaar. Want het vraagt er gewoon om. Ja, ik krijg oprecht spierpijn en hoofdpijn als ik 1 of 2 dagen niet sport. En ja, ik hoop ook dat jullie dat ook vinden. Je moet echt een soort uitlaatklep hebben of iets vinden wat je leuk vindt om te doen. Ja, bij mij is dat nu, ik fitness heel veel. Ik kan mijn lijf echt tot het uiterste, ik ga echt tot het gaatje. En andere dingen wat ik heel leuk vind, en dat wist ik niet van mezelf, maar is dat uitlokken bij andere mensen. Dat vind ik echt heel leuk en ik doe dat ook bij jeugd. Ik train, ik vind het leuk om, we organiseren elk jaar nu een jeugdkamp. En die ervaren dan hoe het is om als een topsporter te leven. En ja, die komen dan bijvoorbeeld te laat uit bed of die eten te weinig. Of ze trainen half gas. Ja, en ik ga dan zorgen dat niet gebeurt. Dat is een beetje hoe het gaat. Ja, een soort sergeant ben ik daar, of hoe noem je dat? Een soort major of zo. Dat ze toch proberen het uit te stralen. Alleen maar om te zorgen dat ze daar iets van leren. Wat Esther zei, topsport brengt heel veel met zich mee. Jezelf leren kennen, de discipline, de planning. Ja, dat is allemaal nodig om, als je dat wil, topsporter te worden. Moet je dat wel echt van jongs af aan eigenlijk al meekrijgen. Ja, en als ik daar 0,5% in een topsportcarrière kan helpen, zou ik dat wel tof vinden. Ja. Dat is wel een goede vraag trouwens. Andere vragen. Ik zie 2 vragen. We beginnen even bij de dichtste bij. Dat is die meneer daar met dat blauwe. Oh ja. Ja, je bent natuurlijk veel als topsporter veel bezig met dan de sport waar je dan mee bezig bent. Maar doe je dan eigenlijk ook andere sporten, terwijl je dan bezig bent met die ene topsport? Ja, ik niet. Ik ben blijkbaar een beetje blessuregevoelig. En heel veel andere sporten zijn dus ook heel erg blessuregevoelig om te doen. En dat zien ze dan vaak liever niet. Maar voordat ik begon aan skiën heb ik inderdaad ook een paar keer rosse basketbal gedaan. Vond ik wel echt leuk om te doen. En ik heb dan toevallig vorige zomer mijn trainer zover gekregen dat ik in de zomer nog bokstrainingen mocht volgen. Dus ik vind het altijd wel heel erg leuk om bezig te zijn ook met andere sporten. Ja, de focus ligt natuurlijk op rolstoelbasketbal. Maar ik denk dat je wil. Sommige dingen leer je beter door in andere situaties gezet te worden. Dus wij deden expres andere sporten. Dus wij gingen ook, je traint heel veel je bovenlijf. Dus wij gingen ook bijvoorbeeld zwemmen. Waterpolo was echt vet goed voor onze schouders. Boksen. Deden we ook. Maar ja, je blijft toch in je vrije tijd ga je niet een andere sport doen. Nee, ik niet. Want die heb je eigenlijk niet. Dat is wat het is. Nee, je bent misschien train je 4 of 6 uur op een dag. Maar alle andere tijd, ja, die steek je in. Oké, ik moet wel even goed koken nu, weet je wel. Ik moet even, mijn lijf vraagt weer om eten. Dus je bent naast die 6 uur per dag, ben je thuis. Ben je aan het koken of voor de dag of voor de hele week? Of je bent aan het slapen of blessuretrainingen ga je doen. Krachttrainen, fysioen, je moet naar school. Een beetje zo. Ja, dus, school is ook belangrijk. Ja, dat is super belangrijk. Dus wat je nu ook ziet, de fulltime programma's, die hechten daar nu ook heel veel waarde aan. Dus sport zal altijd voorgaan. Ja, dat wel. Maar school is wel een dingetje aan het worden. Want als je door blessures moet stoppen of wat dan ook, motivatie, dan is een vangnet wel lekker. En als jij dan een goed papiertje hebt,
dan kan je daar wel op door. Ja, dus dat is wel iets wat je echt moet doen. Als je zo druk bent met sporten. Ja. Dankjewel. Daar was nog een vraag. Ik had de vraag, want jullie, ja, je hebt gewoon een lichamelijke beperking. Ik vind het ook gewoon heel knap dat jullie topsport hebben kunnen doen. Een van jullie. Maar ik vraag, het is best wel, ik vind ook gewoon... Ja, kijk, ik heb een lichamelijke beperking. Ik kom er vaak mee weg, omdat ik heb licht, weet je. Ik heb een leerprobleem vroeger gehad. Dus je ziet het niet aan mijn houding. Maar bij jullie, worden jullie, omdat jullie een lichamelijke beperking hebben... Ik vind het ook gewoon knap wat jullie doen ook, hoor. Van, worden jullie niet gediscrimineerd omdat jullie een lichamelijke beperking hebben? Nou, nee. Ik niet. Nee, ik ook niet. Ik, heel eerlijk, joh. Het interesseert me niet wat andere mensen ervan vinden. Nu zie je het niet. Ik heb wel in de zomer een korte broek aan. En dan zie je dat litteken dus heel goed. En dan kunnen er twee dingen zijn. Of mensen kijken daarna. Of ik voel dat mensen ernaar kijken. Ja? En dat laatste, dat is echt een dingetje. Ja, dan kijkt er helemaal niemand. Maar dat voelt wel zo. Ja, en daar moet je gewoon mee dealen. Ja, en als ik nu iemand betrap die er wel naar kijkt. Dan is het, hé man, hoe is het? Ja, of je zwaait even, of ik loop even wat dichterbij de volgende keer. Kun je het nog beter zien. Weet je wel, een beetje zo. Ja, nee, ik denk echt dat je daar een soort van spelletje van moet maken met jezelf. Ja, en dat het gewoon niet uitmaakt. En heel eerlijk, ik denk dat degene die ernaar kijkt, die heeft zelf ook iets, joh. Ja, dat kan ook tussen zorgen zijn, maar die hebben iets. Ja, want iedereen heeft dat. Iedereen heeft iets. Dat is echt zo. Iedereen heeft wat. Ja, of dat nou zichtbaar is of niet. Maar ja, dat is wel waar. Ik heb wel respect voor hoe jullie ermee omgaan. Hoor. Ja, maar dat duurt, joh. Ik weet niet, hoe oud ben je? Ik ben 36. Ja, oh, nou, dan schelen we niet zoveel. Ja, ik ben 38. Oh, trouwens. Ja, volgens mij wel. Ja, maar dat is gewoon... Dat duurt gewoon, man. De ene die heeft daar moeite mee. Of dat lukt hem nooit. Dat kan ook natuurlijk. Maar ik denk dat het wel lekker is voor de kwaliteit van je leven... als je daar op een of andere manier mee om leert gaan. Want anders, jij bent degene die ermee zit. Diegene die naar de kijkt, die slaapt net zo lekker. Weet je wel, dat maakt niet uit. Ja. Ik kan dat zelf ook wel bevestigen. Gewoon vanuit eigen ervaring. Ik denk dat er niemand zo vaak tegen mensen hoor je gedag zeggen dan tegen ons. Want zodra mensen zien dat jij ziet dat zij kijken... Dan is het best hoi. En je moet ze gewoon terugkijken, joh. Gewoon terugkijken. Dat werkt het beste. Ja, of gewoon compleet negeren, joh. Ja. Mag ook. Als dat voor jou werkt. Hey, en even terug naar het sporten zelf. Want jullie zitten allebei in een totaal ander sport. Maar één ding is er een beetje hetzelfde. En dat is klassificeren. En ik denk niet dat iedereen in de zaal weet wat klassificeren en hoe het klassificatiesysteem werkt. Claire, kun je uitleggen wat klassificeren is? Nou, eigenlijk word je dus gewoon ingeschat op welke handicap je hebt en welke beperking. En ja, hoe zwaarder je dus eigenlijk beperkt bent, hoe meer aftrek je bij ons dus krijgt in onze sport. En bij jullie krijg je dan minder punten, als ik het goed heb. Ja. Dus eigenlijk word je gewoon, het klinkt een beetje stom, maar je wordt gewoon in een hokje geplaatst van oké, jij hebt één been, dat wordt bij ons dan LW2 genoemd. Dat snap ik nog steeds niet, want ik heb maar één been, niet twee benen. Maar in ieder geval, je wordt een LW2 gestopt en daarvoor krijg je dus inderdaad een bepaalde aftrek. En dan ski je dus wel tegen iedereen die dus staand skiet. Dus dat maakt de sport wel veel breder, wat dus wel heel erg tof is, omdat er meer concurrentie is. Ja, bij ons gaat het een beetje, je lijf, alle lijven worden ingeschaald. Daar is een soort wetboek voor en elk lijf krijgt een waarde. Dus valide mensen zijn 5. Bij mij is alleen een klein beetje kapot. Ik ben een 4,5. En zo gaat het steeds. Krijg je steeds minder. Hoe zwaarder je handicap, hoe minder je lijf waard is. Dat klinkt echt heftig, maar dat is wel hoe het is. En dat stopt bij dwarslesies. Dus een dwarslesie onder je borstspieren, en dan ben je een 1. Is die lesie hoger? Ja, meestal zie je dan ook functieverlies in je armen en in je vingers. Dus bij het basketballen stopt dat vaak bij 1. Waarom is dat? Nou, je speelt altijd 5 tegen 5. Maar de 5 mensen die spelen, die mogen dan samen niet meer zijn dan 14 punten. Dus elk team heeft zeg maar dat probleem. Dus je mag opstellen wat je wil.
Als maar 5 mensen zijn, je kan dus niet 14-1 opstellen of zo. Of dat kan dan niet. Maar je zit met die 14 punten en dat mogen maar 5 mensen zijn. En je hebt daar dus, ja, hoe moet je het zeggen? Ik ben al een hele dure speler. 4,5. Moet je nog 4 mensen opstellen. Dus je ontkomt er niet aan dat je dus mensen met allerlei soorten handicaps moet opstellen. Ja, dat is hoe het werkt. En hoe is dat bij jou, Claire, bij het skiën? Ja, wij doen natuurlijk gewoon individuele sport. Dus je doet het in principe voor jezelf. Nou ja, en bij ons inderdaad krijg je dus inderdaad gewoon per persoon een factor. En dan is het onderverdeeld in 3 categorieën. Je hebt slechtziend, staand en zittend. Laten we zo zeggen, ja, als je dus zittend skiet in een zitbakje. Dus dat zijn vaak ook mensen die inderdaad gebruik maken van een rolstoel. Dan zit je in de zittende categorie. Iedereen die staat, dat kan echt verschillen tussen inderdaad een been missen, tot een arm missen, tot een functieuitval in een deel van je lichaam. Van alles en nog wat eigenlijk. Dan zit je inderdaad in de staande categorie. En dan in de slechtziende categorie zit je eigenlijk als je een visuele beperking hebt. Ik denk onder de 10%. Dus dan zie je minder dan 10%. Dan skiet er een guide. Dus iemand die jou eigenlijk de berg af begeleidt. Skiet voor jou. En dan ski je dus met de slechtziende skier er dus achteraan naar beneden. Kijk. Hartstikke goed. En val jij in een gunstige categorie? Dat is echt heel lastig te zeggen. Het verschilt een beetje per jaar. Dus je factor wordt wel elke keer weer aangepast. Waardoor het op zich wel zo eerlijk mogelijk proberen te krijgen. Maar het is heel moeilijk om een onderscheid te maken tussen wie is nou nog niet zo ver ontwikkeld. En wie heeft die 10.000 uur in topsport geïnvesteerd en is gewoon supergoed. En dat is dus een heel erg lastig iets. Van, heb jij gewoon die 10.000 uur nog niet gehad? Of ben je gewoon echt niet goed genoeg om aan de top mee te doen. Dus dat is bij ons gewoon een heel lastige factor, wat ook altijd gewoon een grote vraag blijft en een grote zorg binnen onze sport. Wat heel erg lastig is op dit moment. Mooi. En jij bent nu dus aan het trainen. Toen Paul aan het trainen was, dat is al even geleden. Maar zien jouw dagen er nu ook hetzelfde uit als die van Paul? Paul heeft natuurlijk een inkijk gegeven. Nou ja, ik denk dat jij ook op Papendal hebt getraind. Ja, Papendal is een CTO-locatie. Dat staat dus voor Centrum Topsport en Onderwijs. Inderdaad, wat jij aangaf, het is echt bedoeld om de jeugd een mooie opleiding te geven, zowel in sport als in school. Daar ben ik toen ik 15 was, ben ik daar inderdaad ingestroomd. Ben ik daar gaan wonen, gaan trainen, naar school gegaan. En zo ben ik eigenlijk inderdaad doorgegroeid. En inderdaad, wat jij zegt, het is allemaal supergoed geregeld. Dus dat is inderdaad heel erg fijn. Het focus lag inderdaad echt vooral op school en sport. Gekookt, er werd voor je gekookt in de kantine. Je had een hele kleine kamer, dus heel veel puinhoop kon je er eigenlijk niet van maken. Iedereen zat daar alleen maar gefocust voor de topsport. Dus dat was inderdaad wel heel erg goed. Maar inderdaad, het is slapen wat heel erg belangrijk is. De meeste sporters slapen 10 uur. Ontbijten, trainen, school, trainen. Misschien nog even een uurtje chillen, huiswerk maken en weer naar bed. Het is echt een best wel strak ritme waar je in zit, waar je dus wel echt voor moet kiezen of je dat leuk vindt. En ik vond het echt fantastisch. Maar het moet wel ook bij je passen. Hartstikke goed. En het is natuurlijk, jij vindt het fantastisch, maar je hebt vast ook wel momenten dat het even tegen zit. En hoe ga je dan om met teleurstelling of tegenslag? Ik heb redelijk wat blessures gehad. Ik heb mijn been gebroken, schouder meerdere keren uit de kom, sleutelbeen gebroken. Ja, noem het maar op. Ik doe een redelijke high-risk sport in dat opzicht. En eigenlijk, het is gewoon heel erg lastig. Het is gewoon het belangrijkste dat je gewoon je doel voor ogen houdt. En het is gewoon niet altijd leuk. Maar je werk is ook niet altijd leuk. Door de regen naar school fietsen is ook niet leuk. Hoort er ook allemaal bij. En wat uiteindelijk het belangrijkste is, dat je dus inderdaad je doel behaalt. Dus inderdaad uiteindelijk bedenkt, vrijdag tot 4 uur werken. En daarna is het weekend, jongens. En dan heb ik iets leuks op de planning staan met school. Je moet er naartoe, je moet weer terug. Maar ja, uiteindelijk heb je het wel voor iets goeds gedaan uiteindelijk. En dat is waar het topsport inderdaad ook om draait, is dat je gewoon het grotere plaatje misschien in zicht moet houden. Inderdaad, misschien die Paralympische sport of misschien je doel waarom je sport, dat echt het belangrijkste is. En dan is inderdaad niet altijd elke minuut leuk. Maar dat hoort er ook bij. Paul, herken je dit? Ja, helemaal. Ja, ik had natuurlijk wel een team waar ik het mee kon delen. Die gasten waar we mee trainen, daar zaten allemaal hetzelfde schuitje.
En dat was, wat ik net al zei, dat ergens bij willen horen. Volgens mij heeft iedereen dat dan wel een beetje. Hè? Of dat nou hobbymatig is of ja, je werk, hoor je ook ergens bij. Ja, ik hoorde daarbij. En, ja, en daar doe je alles voor die gasten. En andersom. Hè, dus blessures doe je, ja, dat ga je ook samen aan. Krachttrainen doe je samen, die wedstrijden samen. Maar wat ik wel echt tof vond eraan is, ja, we trainen de hele week samen. Maar iedereen speelde wel bij een andere club. Dus dan was je vrijdag of zaterdag, ging je gewoon naar een club ergens in het buitenland of in Nederland. En dan kwam je daarna, maandag was je weer op Papendal. En dan had iedereen een ander weekend gehad. Hè, sommigen hadden kaart verloren, anderen hadden heel hard gewonnen. En dat is dan tof om dat samen dan weer over te hebben. Ja, dus ik denk dat dit wel anders is. Omdat wij dan ja, het is wel grappig. Ja, als jij zegt samen, dan, ja. Ja, dat ken ik gewoon niet. Zeg maar als ik een fout maak, kan ik de enige die ik in de spiegel kan uitkijken is mezelf. En jullie kunnen dan toch nog wel echt terugvallen op een team. Dat is voor ons wel echt anders. Ja, dat geloof ik ook wel, dat het wel anders is. Ja, nee, ja, ik speelde vaak met teamgenoten, ga je bij een club spelen. En dan kwam ik maandag op trainen. Misschien was het dan ietsje later of zo. En dan wist iedereen al dat ik dat laatste schot had gemist, weet je wel. Ja, dan moet je dan de hele week horen. Ja, zo gaat het dan. Ja, dat is ergens wel tof. De ene keer ben ik de klos. Maar volgende week, weet je, ja, dan gaat iemand anders. Ja, dat vond ik wel leuk. Leuk. Ja. Goed om te horen. Zijn er nog vragen uit de zaal? Ja, ik zie hier een vraag. Heeft u ook samen gespeeld met de vroeg overleden Mark de Hond? Ja, zeker. Dat was mijn maatje. Ja, ja. Oh ja, goed. Ja, nee, zeker weet je, joh. Ja, nee, dat was een maatje van mij. Dus dat was wel schrikken, ja. 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 Nog andere vragen uit de zaal? Oh. Ieder jaar op de wintersport. En ik heb een lichtverstandelijke handicap, dus ik doe alles linkshandig. Dus ik kan niet meer skiën. Dat is best wel vervelend, want ik vond het altijd een hele leuke sport. En ik ga nu dit jaar naar de zomergroep, naar de Belgische kust. Maar skiën kan ik niet meer. En dat vind ik heel jammer. Ja, dat snap ik. Dus ja, dat is heel jammer. Snap ik. Daar was, aan die kant waren nog twee vragen. Ja. Waar hebben jullie zin in de aankomende zomer? Welke Paralympische sporten gaan jullie allemaal extra volgen? Ik ga er maar één volgen. Nog maar één. Alleen basketbal. Ja, echt. Alleen basketbal. Ja, die ga ik volgen. Ik denk, ik wil natuurlijk niemand hier tekort doen. Maar ik denk dat de meest spectaculaire gehandicapte teamsport is die je kan kijken. Dat denk ik, ja. We hebben net had ik er ook met iemand over. Afgelopen EK hebben we voor het eerst sensoren op de stoelen geplakt. Want we willen gewoon weten hoe hard die gasten gaan. Ja, niemand wist dat. Spelers wisten dat ook niet van zichzelf. Maar als jij de kans krijgt om op deze afstand een keer een rolstoelbasketbalwedstrijd te zien. De snelste spelers gaan zo tussen de 28 en de 30 kilometer per uur. Ja, als jij een speler ziet die van die kant daar in race met 30 per uur. Ook iemand van die kant 30 kilometer per uur. Die allebei voor die bal gaan. En ze denken allebei, ik ga niet remmen. Dat wil je gewoon van zo'n afstand zien. Dat is tof. Ja. Ja, dus als je de kans krijgt om een wedstrijd te zien op hoog niveau, dan zou ik je echt uitdagen om daar een keer te kijken. Ja, dat is echt geweldig. Ja. En jij? Ja, nou ja, om heel eerlijk te zijn, denk ik inderdaad ook rolstoelbasketbal. Dat komt ook wel omdat ik die mensen ken vanuit Papendal. Dus dan is het toch gewoon, ja, je support je vrienden natuurlijk ook. Dus dan denk ik toch ook wel rolstoelbasketbal. Al moet ik zeggen dat omdat ik vind dat atletiek en zeker Meerkamp eigenlijk de sport der sporten is, vind ik dat ook wel echt heel erg tof om ook inderdaad op Paralympisch niveau echt te kijken. Ja. Mooi, dankjewel. Nou, achterin was nog een vraag. Dankjewel. Ik wilde vragen, hoe kijken jullie aan tegen de Paralympische Spelen versus de normale Spelen? We hebben thuis altijd een soort discussie van, is het nou goed dat het apart is, die Paralympische Spelen, of kan het niet beter worden samengevoegd? Omdat er in de media altijd zoveel aandacht is voor de Olympische Spelen zelf, en dan een paar weken later zijn die Paralympische Spelen, ja, die zeg maar veel minder in de aandacht staan. Dus ik vroeg me af hoe jullie daar tegenaan kijken. Ja, het is best wel lastig, want ik denk dat je inderdaad de mensen die naar de Olympische Spelen en zowel naar de Paralympische Spelen eigenlijk niet kan vragen om nog langer te blijven. Want het is voor de meeste mensen al best wel een intensief evenement.
ja, het is natuurlijk niet een normaal toernooi, zeg maar. Er hangt zoveel meer omheen. Alleen wat ik persoonlijk jammer vind, is dat er best wel een gat zit tussen de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen en de openingsceremonie van de Paralympische Spelen. Het zou mooi zijn als ze dat, zo'n gat, zeg maar, wat meer kunnen verkleinen. Maar echt tegelijkertijd plaatsvinden is, denk ik, organisatietechnisch heel erg lastig. Ja, wat je wel, ik denk dat het ook onmogelijk is, maar wat je wel ziet is wat op sommige EK's nu ook al gebeurt. Bijvoorbeeld neem ik atletiek als voorbeeld. Daar zijn qua wedstrijd afstanden of faciliteiten, hoef je verder niks te veranderen. De 100 meter sprint is de 100 meter sprint. Dat is hetzelfde. Of je nou op blades rent of je hebt gewoon goede benen. Ik zou het gaaf vinden als gewoon op het EK atletiek, dat daar meerdere disciplines zijn. Of dat nou aangepast is of niet. En dat dan voor de finale 100 meter sprint voor valide zit het stadion toch al vol, weet je wel? Gooi gewoon even een 100 meter sprint voor blades tussendoor. 10 seconden, wat? Nee, 9,5 seconden. Dat kan toch wel? Ja, dat moet kunnen. En zo denk ik ook met basketballen. Ook het veld en de baskets, daar hoef je aan faciliteiten niks aan te veranderen. Het toernooi wordt natuurlijk wel veel langer als er ook nog 12 rolste basketbalteams meedoen. Maar er zijn natuurlijk ook sporten, ja, waarbij dat niet kan. Dus ja, daar moet je af gaan vragen van, ja, welke sporten gaan er dan, zouden op de Olympische Spelen mee kunnen doen? Of helemaal niet, of wel. Dat is wel een dingetje, hoor. Lastig is, denk ik. Ik weet niet of ik dat hier moet zeggen, maar er zijn sporten of beelden van sporten waardoor de Paralympische Spelen misschien altijd wel de stempel iets van gehandicapt sport maakt. Ja. Ik vind, als jij een topsporter bent, dan moet je een afgetraind lijf hebben. Nou, er zijn sporters op de Paralympische Spelen. Ja, die hebben dat niet. Maar die zijn wel topsporter. Ja, dan kan je afvragen. Is dat topsport? Ja, voor hun wel. Want hun trainen ook 4 uur of 6 uur om dag. Hebben ook A-status. Hebben ook, snap je? Maar ergens moet er een grens zijn. Dus ja, je kan je afvragen van, ja, die kunnen natuurlijk wel EK's en WK's draaien, maar ja, horen alle sporten die nu op de Paralympische Spelen zijn, ja, horen die er wel? Of zijn er ook sporten bij die er ook niet horen, maar die misschien op een ander toernooi, dat weet ik niet. Persoonlijk, ja, ik snap wat je bedoelt, maar ik denk dat het dan vooral gekeken moet worden naar de deelnemers, zeg maar, in de sport. Als het deelnemersveld groot genoeg is en zij trainen er dus wel 6 uur of 4 uur voor, want ik geloof niet dat voor elke sport je hetzelfde lichaam nodig hebt. Absoluut niet. Als je naar atletiek kijkt, is een kogelstootster, is een sprinter niet. Dus ik denk dat het inderdaad belangrijker is om naar het deelnemersveld te kijken. Is die representatief genoeg om mee te doen aan zo'n groot toernooi? Ja, dan is het een Paralympische sport. Is die niet groot genoeg, dan is het inderdaad misschien beter om daar niet deel te laten nemen aan de Paralympische sport. Ja. Mooi antwoord, mooi antwoord. Gaan we naar, we hebben nog 2 vragen. Martijn, je mag weer even gaan zitten. Ik heb nog 2 vragen aan jullie. En de eerste vraag is eigenlijk, wat is tot nu toe, of voor jou in je sportcarrière, wat is het mooiste moment? Voor mij? Ja, voor allebei. Als je nu niet de Paralympische Spelen gaat zeggen, dan is het heel je verhaal, je wordt wel een beetje cliché. Nou ja, dat weet ik niet. We werden daar 7e, daar ben ik nog steeds niet super trots op. Wat ik wel gaaf vond is de Spelen, dat wist de groep ook, dat was ook mijn laatste toernooi. Dus ik had ook gezegd, hè, jongens, dit is er aan de hand, hè, dat kan van alles zijn, maar ik zo lang dit gedaan, ik wil ook andere dingen doen. En ik vond het gaaf dat mijn laatste toernooi was. Mijn familie zat daar op de tribune, die hebben 3 weken wereldvakantie gehad volgens mij daar. En ik vond het mooi dat het mijn laatste toernooi was en dat hun daar waren. En dat toen het klaar was, die ceremonie en zo, toen was het klaar. Dat vond ik wel een gaaf iets wat daar gebeurd is, ja. Mooi. En jou? Voor jou? Ik heb afgelopen jaar mijn eerste wereldbeker medailles gewonnen. En ik denk dat wel een van de mooiste... Dat is best een applausje waar. Ja,
dat waren natuurlijk echt super toffe momenten. En daarvoor train je uiteindelijk ook zo hard. En zeker na zoveel blessure leed was het ook wel misschien ook wel onverwachts om dit zomaar te winnen. Maar ja, hard voor getraind en het mocht beloond worden. Maar ik denk dat mijn eerste WK, dat was toen in Lillehammer. Ik denk in 2018, dat was net voor de Spelen van Beijing. Toen heb ik echt de wereldrun van mijn leven neergezet. Helaas, de ene laatste poort, mijn sleutelbeen gebroken. Gevallen, sleutelbeen gebroken. En de Spelen van 2018 gemist. Maar ik denk dat dat wel echt een toernooi is waar ik trots op mag zijn. En mooi op terug kan kijken. Ja. Dankjewel. Laatste vraag. We hebben kijkers thuis, we hebben mensen in de zaal. Wat wil je nou echt meegeven aan mensen die denken... Nou, sporten, leuk, maar is dat wel voor mij? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk wel, dat klinkt heel makkelijk als ik dat zeg, maar vind gewoon iets wat je leuk vindt om te doen. En ga dat gewoon vol gas doen. En ja, als het sport is, dan is het in sport. En daar kan je natuurlijk van alles leren, maar dat kan ook hobbymatig iets zijn. Maar ga gewoon iets doen wat je leuk vindt en waar je blij van wordt. Ja, dat zou ik je... En misschien dat je... Ja, wat ik zei, ik zit bij natuurlijk een vereniging. Ja, daar zijn meer mensen die misschien... die kunnen je helpen met andere dingen. Die hebben ook, wat jij zei, vond ik ook mooi. Die hebben ook allemaal een eigen verhaal en een leven, weet je wel. En dan kom jij erbij en dan hoor je erbij. En dan krijg je misschien weer wat vrienden of wordt je sociale wereldje wat groter, weet je wel. Ja, dus ik denk als je de kans hebt om naar een vereniging te gaan... Ja, dan zou ik dat wel adviseren, ja. Ja, nou ja, wij zitten natuurlijk een heel mooi verhaal op te hangen over de Paralympische Spelen. Maar ik denk niet dat het daar moet beginnen. Zeg maar, toen ik begon met skiën en waarschijnlijk toen jij begon met sporten, was dat nooit het doel. Ik heb uiteindelijk een sport gevonden die ik superleuk vond. En uiteindelijk ben ik tot hier uitgegroeid. Maar dat moet nooit het doel zijn. Je doel zijn om zeg maar aan een sport te beginnen. Je moet gewoon doen omdat je het leuk vindt. En daarom is het ook heel goed dat er steeds meer plekken komen waar je inderdaad sporten kan proberen. Probeer gewoon een aantal dingen uit en vind gewoon iets waar je passie in hebt. Waar je dan misschien ook wel heel erg goed in bent. Kijk, het is altijd leuk om iets te doen waar je wat beter in bent dan wat minder goed in bent. En probeer vooral daarin gewoon leuke stappen te maken en het gewoon naar je zin te hebben als je het doet. Dankjewel, dat is een perfect bruggetje naar de volgende spreker. Mag ik een groot applaus voor Paul Henkler. Yes, want na deze inspirerende verhalen, waarin jullie toch een kijkje hebben gekregen in hoe werkt dat nou, de topsport en de Paralympische sport, gaan we nu met drie organisaties in gesprek die zich inzetten voor juist de breedsport. Mensen die nog niet topsport doen, om die enthousiast te maken om te gaan sporten en de mogelijkheid te geven om te gaan sporten. En dat zijn Rinus van der Schoof, Wout, ik moet even op mijn briefje kijken hoor, een Wout Werker en Loey van Eck. Welkom. We beginnen even hier. Rinus, jij bent docent-onderzoeker bij de Haagse Hogeschool. Je zit in het lectoraat Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport. En daar doe je het project Time to Play. Jij bent oprichter van de minor Niemand Buitenspel. En in je vrije tijd ben je ook nog atletiektrainer voor framerunnen bij Haag Atletiek. Waar komt deze passie vandaan? Het is wel een beetje patserig als je het zo allemaal achter elkaar opnoemt. Waar komt deze passie vandaan? Ik heb bewegingswetenschappen gestudeerd, dus ik vond sport en bewegen eigenlijk al van kleins af aan heel erg leuk en interessant. En daar moest ik een studiekeuze gaan maken toen ik met de middelbare school klaar was. Het werd bewegingswetenschappen. Ontmoet ik allemaal andere mensen, die ook een paar die hier in de zaal zitten, die ook dezelfde passie hadden voor sport en bewegen. En toen kwam ik aan het eind van mijn studie en je had eigenlijk twee richtingen. De ene richting was sportwetenschap en de andere was revalidatiewetenschap. En die sportwetenschap ging heel erg over, nou, hoe kunnen we ervoor zorgen dat de sport nog beter wordt en hoe kunnen we wielrenners nog harder laten fietsen en zwemmers nog harder laten zwemmen. En ik ging er meer richting die revalidatiewetenschap, van hoe kunnen we nou revalidatieprogramma's aanpassen. En toen ging ik stage lopen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. En mijn onderzoeksproject ging over een
ja, een hele bijzondere doelgroep. Kinderen met een zeldzame spierziekte. En het onderzoek ging over... Die ziekte ging helemaal op en af. Dus dan hadden ze heel veel last van die spierziekte. En dan ging hij weer weg. En dan kwam hij weer terug. En dan een onderzoek ging over... Wat is nou het beste moment voor die kinderen om veel te gaan bewegen... en eigenlijk een beetje te gaan trainen. En toen zag ik die kinderen... Dus mijn rol was data verzamelen... maar ook die kinderen motiveren om die trainingen, hardlooptrainingen te gaan doen. Dus ik had toen veel contact met die kinderen. En dat vond ik zo inspirerend en zo tof... dat die kinderen het allemaal voor elkaar kregen om toch te gaan bewegen... ondanks dat ze superveel moeite hadden of pijn hadden. En toen dacht ik, ja, dit is zoveel mooier dan een Mathieu van der Poel... die al heel hard kan fietsen en die gaan we proberen nog harder te laten fietsen. Die kinderen die overwinnen veel meer drempels. En dat vond ik 10 keer zo inspirerend dan die topsporters, de reguliere topsporters, zeg maar. Dus daar komt het uit. Dat is toen geboren en ja, daar ben ik toen... zo'n 15 jaar inmiddels mee verder gegaan. Ja, want je zegt, of tenminste, ik zei het net al... je zit onder andere in een lectoraat... Technologie voor inclusief bewegen en sport... en daar doe je het project Time to Play. Kun je daar wat over vertellen? Ja, het lectoraat is eigenlijk een onderzoeksgroep. Paul die noemde net de sensoren bij de rolstoelbasketballers. Dat is een onderzoeker, dat is een collega van ons uit die onderzoeksgroep... En dat lectoraat richtte zich met name op van origine op mensen met een fysieke beperking. Sporters, om ervoor te zorgen dat die door middel van onderzoek geholpen worden om beter hun sport te vinden. Of om beter in hun sport te worden. Of hun rolstoel te optimaliseren. Of een passende rolstoel te krijgen. Maar dat lectoraat heet Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport. En ik zei, we vergeten een belangrijke doelgroep. Eigenlijk de mensen met een verstandelijke beperking. En daar mocht ik in Time to Play een onderzoeksroute in opstellen. En die gaat eigenlijk over hoe we technologie kunnen inzetten... om mensen met een verstandelijke beperking ook wat meer uit te dagen om in beweging te komen. Want uit onderzoek blijkt dat die doelgroep een heleboel drempels ervaren. Voor mij is het de drempel om te gaan sporten is van deze bank afkomen. Maar bij hun speelt veel meer. En misschien dat technologie of apps daar een bepaalde rol in kan spelen. Dus dat onderzoeken wij. En dat onderzoek loopt. Maar ondertussen heb je ook de minor Niemand Buitenspel opgezet. Wat is dat? Wat is een minor en wat doen jullie? Ja, een minor is een onderwijsprogramma eigenlijk van een half jaar lang... die elke student in Nederland kan kiezen. Die richt zich, eigenlijk de titel zegt het al... om ervoor te zorgen dat niemand buitenspel komt te staan. En die richt eigenlijk zich op dat... voor bijzondere doelgroepen net zo leuk en normaal en lekker en gezond moet zijn om te gaan bewegen als voor een en ieder ander. En doen wij met studenten op verschillende manieren werken we daaraan. Dus met stages om in eerste instantie die doelgroep te leren kennen. Want dat is al een eerste stap. Vaak kennen studenten niet mensen met een beperking. Dus die gaat de hele wereld voor hen open op zo'n stage. En met studentenprojecten, met praktijkpartners... De Special Social Club is een van de praktijkpartners daarin bijvoorbeeld. En met inspirerende gastsprekers proberen wij dat verhaal te vertellen... wat sport kan bieden voor die doelgroep. En ja, er is dan soms iets meer nodig om ze in beweging te krijgen. Maar dat levert ook heel veel op. Dus wij willen met niemand buitenspel ervoor te zorgen... dat ook niemand buitenspel komt te staan eigenlijk. En je zegt, dat doen studenten en die zetten projecten op. Wat is tot nu toe het mooiste project... wat in de minor is opgezet, ontwikkeld, uitgevoerd? Het mooiste project? Ik denk eigenlijk het mooiste project is... dat was de opdrachtgever van het Kenniscentrum Sport en Bewegen. En daar was de vraag eigenlijk van... stel je voor, iemand heeft een sporthulpmiddel nodig om in beweging te komen... die moet dat aanvragen. En kan je nou een route uitstippelen wat nou de meest handige manier is om zo'n sporthulpmiddel, of dat dan nou een rolstoel is of een frame runner of weet ik veel wat, om dat vergoed te krijgen eigenlijk. De studenten zijn daar ingedoken en hebben interviews gedaan, wetgeving opgezocht, ervarings- en verhalen. Ja, en die zijn een hele beerput hebben die eigenlijk opengehaald aan hoe slecht dat geregeld is in Nederland. Want de ene wet wijst naar de andere wet en de gemeente wijst naar de zorgverzekeraars. Dus ze hebben een hele route uitgestippeld, een hele ingewikkelde infographic gekomen. Maar ook met concrete tips van als je een aanvraag doet waar een ergotherapeut een advies heeft gegeven, dan is je aanvraag heeft meer kans op slagen. En
Dat was een mooi project, omdat dat uiteindelijk ook bij de landelijke politiek terecht is gekomen. Dus een Tweede Kamerlid van GroenLinks die had interesse in dat studentenproject. En die heeft dat meegenomen en die heeft er ook uiteindelijk Kamervragen over kunnen stellen. En dat is dus ook meegenomen in nieuw te vormen beleid. Wat nu dan misschien op een iets lager pitje zal liggen. Maar dat is toen helemaal tot aan de Tweede Kamer gekomen. Dus dat was wel een hele toffe reis. Wat mooi om te zien dat het ook echt effect heeft. En je zegt studenten voeren dat uit. Wat is de meest bijzondere leerervaring die studenten met jou gedeeld hebben, wat ze hebben ervaren? Want ik kan me voorstellen dat niet voor elke student is dit iets waar ze dagelijks mee te maken hebben. Nou, ik heb in Nijmegen gewerkt en daar bij een opleiding. En daar was dit vakgebied een verplicht onderdeel. Dus die minor kunnen studenten zelf kiezen. Dus de meeste studenten die ik in de klas heb, die kiezen omdat ze toch interesse hebben in aangepast sport of daar iets mee willen. Maar toen in Nijmegen, een paar jaar geleden dat ik daar werkte, toen was het een verplicht onderdeel van hun opleiding. En had ik dus ook studenten die helemaal niks met aangepast sporten of de doelgroep hadden. En dan weet ik nog heel goed, er waren twee meiden van, ik denk dat ze 18 waren of zo. En er zat ook een verplichte stage bij. En die moesten stage gaan lopen. Je mocht die stage zelf regelen, maar hadden zij niet gedaan. Dus we hadden een stage voor hen geregeld. En dat was op een woonzorgpark met mensen met een verstandelijke beperking. Om daar sport en bewegen mee te helpen aanbieden. En zij kwamen naar mij toe en ze zeiden van... Rinus, sorry dat ik het zeg, maar ik vind die mensen echt heel erg eng. Ik vind ze echt doodeng. Ik vind ze onberekenbaar. Ik ben gewoon oprecht bang om naar dat stageadres te gaan. En toen zei ik van, probeer het uit. Als het na 3 weken nog steeds... ik wil je geen angststoornis laten opleveren. Als het nog steeds niks is voor je, dan stoppen we ermee. Maar we gaan het wel proberen. En ze hebben dat geprobeerd en ze hebben die stage afgemaakt. En ze zijn helemaal omgeslagen allebei. 2 vriendinnen. En zij werken er nu nog steeds. Dus 10 jaar later werken ze nog steeds op die specifieke locatie. Omdat ze gewoon helemaal... het was gewoon een kwestie van kennismaken met die doelgroep. En gewoon elkaar leren kennen. En ook zien van wat voor mooie dingen er kunnen ontstaan bij sport en spel. En dat heeft ze helemaal gegrepen. Dus ik heb nog nooit zo'n omslag meegemaakt. En dat vind ik... Dat vind ik altijd wel, die haal ik wel vaak aan als ik dit soort vragen krijg. Leuk, ja. Goeie. En zo zie je maar weer hoe belangrijk het is dat je bekend wordt met dingen en dat het zichtbaar is. Dankjewel, Rinus. Wout, we gaan even naar jou. Want jij bent begonnen als adviseur revalidatiemiddelen. Daarna ben je regio-coördinator aangepast sporten geworden. En dat combineer je nu al 3 jaar als bij Fonds Gehandicapten Sport. Als sportadviseur Uniek Sporten Hulpmiddelen. Hoe is dit bij jou ontstaan? Hoe ben je hier ingerold? Eigenlijk op de Haagse Hogeschool. Tijdens de opleiding Bewegingstechnologie. Ik was altijd wel geïnteresseerd in sport en bewegen. Menselijk bewegingsapparaat. En daar kwam je eigenlijk in aanraking met verschillende projecten. Bijvoorbeeld het aanpassen van een zitski voor mensen. Zodat ze goed kunnen skiën. Het aanpassen van een tennisracket. Zodat mensen met minder grip het goed vast kunnen houden. Dus daar is eigenlijk de passie een beetje ontstaan. Ik ben daarna inderdaad in de revalidatiemiddelen gaan werken. Dus dat had niet zoveel met sport te maken. En toen via in het aangepast sporten beland als regiocoördinator. En toen ben ik echt in het wereldje terechtgekomen. Leuk. En je werkt nu bij Fonds Gehandicaptensport. Voor de mensen die het niet weten, wat is Fonds Gehandicaptensport en wat doen jullie? Ja, goede vraag. Fonds Gehandicaptensport is een stichting. Eigenlijk een fondsenwervende organisatie met als doel om de sportparticipatie van mensen met een beperking op hetzelfde niveau te krijgen als mensen zonder beperking. Je noemde het in je intro. De sportparticipatie van mensen met een beperking is nog steeds schrikbarend laag. En ons doel is om dat naar hetzelfde niveau te krijgen. Ik heb een groot deel van de collega's die zorgen dat het geld binnenkomt. Ik zit daar gelukkig niet bij. Ik mag het geld uitgeven. En met als doel met name via Uniek Sporten om... de drempel zo goed mogelijk weg te nemen om mensen te laten sporten en te bewegen. Ja, want dat is ook mijn tweede vraag. Je werkt ook bij of via Fonds Gehandicaptensport bij het platform Uniek Sporten. Ja. Wat is het platform Uniek Sporten? Ik ben wel benieuwd hoeveel mensen kennen het platform Uniek Sporten. Mag ik dat vragen? Ja, dat valt er nog wel tegen. Het platform Uniek Sporten is
ooit opgericht door mijn collega Arjo Wijnhorst. Die heeft zelf een beperking, spierziekte. Heeft jarenlang rolstoelhockey gespeeld. Die merkte in zijn werk in regio Arnhem dat eigenlijk het sportaanbod heel moeilijk te vinden is. Dus dat het staat soms wel op een gemeentesite, maar binnen het aangepast sport is het zo. Je hebt niet in elke gemeente genoeg mensen met dezelfde beperking die dezelfde sport willen doen. Dus je moet soms ook verder reizen. Hè? Eén dorp verderop, twee dorpen verderop, misschien zelfs een provincie verderop. En hij wilde eigenlijk het sportaanbod bundelen. Nou, daar heeft hij Uniek Sporten voor opgericht. Dat is uiteindelijk landelijk geworden en overgenomen door Fonds Gehandicapten Sport. En dat platform willen we eigenlijk gebruiken om alle barrières weg te nemen voor mensen met een beperking om te gaan sporten. Dus dat kan zijn dat jij een sporthulpmiddel nodig hebt, maar dat niet vergoed krijgt via de gemeente. Eigenlijk wat Rinus net zei. Dat jij niet zo goed weet waar jij moet beginnen om te sporten. Dus op zoek bent naar ofwel een aanbod ofwel de contacten. Of dat jij gewoon thuis wil sporten en bewegen en op zoek bent naar de mogelijkheden. En eigenlijk alles willen wij bundelen op Uniek Sporten. Om zo de mensen in beweging te krijgen. Oké, en het is een platform. Ja. Hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe kom je bij dat platform terecht? Ja, het is een website. En eigenlijk op de website vragen we als eerste, wat is je doel? Ben jij een sporter? Ben jij een professional? Vervolgens krijg je een keuzemenu. Ben je op zoek naar een sport? Ben je op zoek naar een sporthulpmiddel? Dus eigenlijk die hele klantreis willen we bekijken. Van, het kan zijn dat jij al ervaring hebt. Hè? Dat je al jarenlang een sport beoefent, maar een andere sport wil doen. Het kan zijn dat jij rolstoelbasketbal hebt ontdekt in een revalidatiecentrum en op zoek bent naar een sportrolstoel om die aan te schaffen. En het kan zijn dat jij nog helemaal geen ervaring hebt in sporten en bewegen. En eigenlijk voor elke fase willen wij iets bieden, zodat mensen ja, in beweging komen. En jouw, want je hebt het over die fases, en jouw rol richt zich specifiek op de hulpmiddelen? Ja, ja. Ja, dat noemde Rinus inderdaad, dat project wat ooit is begonnen als een studentenproject, dat hebben wij eigenlijk min of meer een beetje overgenomen. Ook omdat het ministerie van VWS zag dat het qua sporthulpmiddelen heel slecht geregeld is. Hè. Dus het gaat over rolstoelbasketbal. Het kan voorkomen dat in een team de drie spelers zijn met dezelfde beperking. Waarbij de ene in de gemeente woont waar de sportrolstoel volledig vergoed wordt. Eén sporter in een gemeente woont waar de rolstoel half vergoed wordt. En één gemeente waar helemaal niks vergoed wordt. En wij willen eigenlijk zorgen dat het voor iedereen eerlijk en gelijk wordt. Dus dat als jij een sport wil beoefenen, dat gekeken wordt wat heb je nodig. Wat voor sporthulpmiddel hoort daarbij en wat voor vergoeding is daarvoor nodig. En dat is eigenlijk waar wij ons nu mee bezighouden. Dus het is een noodfonds. Wij kijken wat voor sport wil je doen, wat voor hulpmiddel heb je nodig, wat kost dat? Wat doet een gemeente, wat doet een zorgverzekeraar? En zo willen we iemand eigenlijk de mogelijkheid geven om dat middel aan te schaffen. En nu zijn we aan het proberen om dat een structurele oplossing te laten worden. En zodat het voor iedereen in Nederland eigenlijk gelijk wordt. En je zegt zodat het voor iedereen in Nederland gelijk wordt. Maar betekent dat ook dat iedereen hier die vanavond kijkt, of die er terugkijkt, of die hier in de zaal zit, op de website kan kijken en met jullie in contact kan komen? Ja, natuurlijk. Ja, wij willen sowieso dat mensen contact met ons opnemen, zodat we goed de vraag in beeld krijgen. En dus ben je op zoek naar een sport of ben je op zoek naar een sporthulpmiddel. Het kan zijn dat je al weet wat je moet doen met de gemeente, wat voor aanvraag je moet doen. Het kan ook zijn dat je dat nog helemaal niet weet. Dan kunnen wij je helpen in eerste instantie met dat contact met de gemeente. En vervolgens om te kijken van hoe kunnen we je financieel helpen om dat sporthulpmiddel ook daadwerkelijk aan te schaffen. En dat kan een sportrolstoel zijn, dat kan een frame runner zijn, een driewielfiets, een sportprothese. Eigenlijk alles wat iemand nodig heeft om zijn sport te kunnen beoefenen. Mooi, dankjewel. Nou, goede tip voor iedereen hier en iedereen thuis. Loie, bij jou is het iets anders, want jij zit hier als afvaardiging van de Special Social Club. Maar je werkt er niet bij, je hebt een visuele beperking. Maar je bent kampioen running blind. En op dit moment ben je ook aan het trainen voor marathon, klopt dat? Ik ben de marathon, doet iets voor mij? Nog even check. De marathon heb ik gedaan in Rotterdam, dat was op de 14 van april. Dus die heb ik inmiddels behaald. Dus die heb ik van mijn bucketlist af kunnen halen. Maar ik heb nogal een karakter dat ik denk van nou, dan ga ik nog maar iets doen wat ook onmogelijk is. Dus ik ga over een maand ga ik een ultramarathon doen.
Dus, en voor de mensen zoals ik die niet weten wat een ultramarathon is, wat is een ultramarathon? Eigenlijk wordt een ultramarathon gezien als alle marathons boven de 50 kilometer. En meestal is dan de ondergrond of de omgeving waarin die gelopen wordt is ook nog extremer. Dus dan moet je denken aan heel veel hoogteverschillen, dus heel veel heuvels in het geval van de Utrechtse Heuvelrug. Die ga je doen. Ja, zeker. Hartstikke goed. En wanneer ben jij in contact gekomen met deze sport, met het rennen? Ja, eigenlijk zijn er twee momenten die ik daarbij wil belichten. Eentje is toen ik op de middelbare school zat en een onvoldoende voor de Cooper-test had. En toen zei mijn moeder van, ga maar mee met ons oude lullengroepje. Tenminste, ik vond ze toen oud. Maar inmiddels ga ik ook al naar die richting leeftijd toe. Dus rond de 40, 50. Dus ik ben nu 32. En toen heb ik een voldoende gehaald voor de Cooper-test. En toen ben ik door blijven rennen tot 2012, toen heb ik de Europa-run gedaan. En op een gegeven moment ging ik studeren, hbo. En toen ben ik het lopen een beetje uit het zicht geraakt. En dat is eigenlijk vorig jaar weer teruggekeerd. En dat kwam omdat ik toen werkzaam was bij Bartimeus. Ik ben in dienst gekomen van Bartimeus. En het eerste wat me opviel is, van ik werk nu bij een organisatie voor blinden en slechtzienden. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet wat voor visuele beperking ik zelf heb. Ik wist dat het naampje opticus atrofie was, maar eigenlijk wist ik niet precies wat het betekende. Ik wist niet hoeveel procent ik zag. Dus ik ben toen de hele diagnostische molen weer ingegaan. Ik heb toen helemaal opnieuw een oogtest laten doen. En toen kwam ik erachter, ik zie nog maar onder de 10%. Dus de categorie die net benoemd werd van skiën, daar zou ik aan mee mogen doen. Maar toen kwam ook de realisatie dat fietsen eigenlijk gevaarlijk is. En dat als ik met een hardloop-evenement mee wil doen, dat ik eigenlijk wel liever met een buddy wil gaan lopen. En daarvoor, net noemde ik de ultramarathon, dat ik gewoon als een kip zonder kop denk van, nou, ik ga de ultramarathon doen. Maar daarvoor ging ik ook gewoon als een kip zonder kop in Rotterdam 10 kilometer in de drukte mensenmassa lopen. Dus eigenlijk kwam nu de realisatie van, nou, eigenlijk is dat niet zo handig. En ik heb een buddy nodig. Toen sprak ik ook een collega en die zei van, goh, je houdt van hardlopen. Ik ken een jongen. Die kan ook heel goed hardlopen. Die heeft Nederlands kampioen Running Blind gewonnen. Maar ja, die is zo snel, dat red jij toch nooit. Toen ben ik gaan googlen. En toen dacht ik, die tijd, ik heb nog 3 maanden om te trainen. Die tijd, die kan ik wel hebben. Die jongen, die pak ik wel. Dus toen ben ik gaan bellen in mijn netwerk. Ik ben aan het kijken of ik een buddy kon regelen. En toen kwam ik de Special Social Club tegen. En daar heb ik toen de eerste kans gehad om een testritje, noem ik het maar even, met een buddy te kunnen doen tijdens de Utrecht Single Loop. Dus eigenlijk was de Special Social Club voor mij de primeur om als eerste met de hulpmiddel te lopen, de buddy. En hoe werkt dat dan? Zit je aan elkaar vast? Hoe moet ik dat voor me zien? Je zit aan elkaar vast met een koordje. En dat koordje dat hangt expres los. En dat heeft te maken met de regels. Want je kan aan een soort van elastiek vastzitten. Maar dan kan je voorgedragen of voorgetrokken worden door je buddy. Dus dan heb je eigenlijk dat je geholpen wordt. Dus vandaar dat het koordje soort van loshangt. Zodat je geen voordelen krijgt van de buddy die aan je vastzit. En je loopt eigenlijk naast elkaar. En de regels zijn ook, de buddy of de loper, de slechtziende loper geeft het tempo aan. De buddy niet. En daarom als je met een officiële wedstrijd meedoet, zoals Nederlands kampioen Running Blind, dan moet de slechtziende loper als eerste over de finish te komen, anders word je gedisqualificeerd. Want dan kunnen ze denken dat je misschien vooruitgetrokken wordt door je buddy. Kijk, en dat is dus een van de dingen ook die de Special Social Club doet. En kun je wat vertellen over het sportconcept van de Special Social Club? Het richt zich eigenlijk op dat buddyschap. Dus je kan via een formulier kan je aangeven van ik ben een slechtziende loper, maar ook met een andere beperking. En dan kan je aangeven dat je mee wil doen met, in dit geval kan je nu kiezen tussen de Utrecht Singelloop en de Amsterdam Marathon, en dan de 8 kilometer daarvan. En dan gaat de Special Social Club op zoek naar een geschikte buddy voor jou. En die buddy loopt niet alleen mee tijdens de wedstrijd of tijdens de loop, maar die begeleidt jou ook in het proces daar naartoe. Dus die gaat samen met jou trainen, samen met jou oefenen en kijken van, wat heb jij nodig om die 8 kilometer of die 5 kilometer te voltooien. Mooi. En die buddy die regelen zij dus. Maar wat betekent dat dan voor jou? Als in, jij hebt nu een buddy en je bent hartstikke aan het trainen. Maar wat betekent het nu dat je met iemand kan sporten?
Ja, die vraag kan je op heel veel verschillende manieren beantwoorden. Aan de ene kant is het voor een slechtziende sporter is het natuurlijk bijna gevaarlijk om niet zonder buddy te gaan lopen. Dus ik zou niet durven, maar het heeft ook een bepaalde... Voor mij geeft het een kick als ik een buddy bij me heb. Ik had tijdens de Rotterdam Marathon het geluk dat ik zelfs twee buddies had. Die elkaar afwisselden, maar ik heb gezegd tegen de eerste buddy, vind je het leuk om heel de afstand te lopen? Dus toen zijn we met z'n drie ook over de finish gekomen. En het geeft ook een bepaalde energie. Ik weet nog wel, toen bij kilometer 36, ik zat er helemaal doorheen. Mijn benen wilden niet meer, ik was moe. Maar ik had wel twee buddies die om me heen stonden. En die zeiden, kom op, je bent er bijna. Straks komt de Sokol Single, dat maak je maar een paar keer mee. Zeker de eerste keer. Geniet daarvan, al die mensen die voor jou aan het juichen zijn. Dus een buddy, die trek je er ook mentaal doorheen. Dus die zorgt niet alleen maar dat jij de sport kan beoefenen, omdat het een hulpmiddel is, maar het is ook een soort van mentaal iets dat je iemand naast je hebt die zorgt, jij noemt het al van, jij moet van je, met je kont van de bank afkomen. Maar zo'n buddy die is ook zo'n stimulans die zorgt dat sporten leuk wordt. Nou, hartstikke goed. Nou ja, dus net wat, wat Claire en Paul zeiden, zoek een sport die bij je past. En nou ja, zeker als dat met een buddy is, dan kan dat hartstikke motiveren. Zijn er vragen uit de zaal? Achterin. De platform Uniek Sporten. Zijn jullie tussenpersoon, tussen gemeente en de sport, de persoon die wil sporten, of hebben jullie ook eigen fondsen die zeg maar als gemeente niet willen meewerken? Hoe werkt dat? Beide eigenlijk. Wij hebben tussenpersonen, of eigenlijk moeten we zeggen, we werken veel samen met de regio's. Dus in elke, het is landelijk heel verschillend geregeld hoor. Dus in de ene gemeente is het heel goed geregeld, heeft een buurtsportcoach 32 uur voor het aangepast sporten. En er zijn gemeenten die 4 uurtjes aangepast sporten hebben. Dus wij werken heel veel samen met de regio's, omdat zij het sportaanbod heel goed in kaart hebben. En zij weten in principe waar je kunt sporten, met welke beperking en hoe de verenigingen eruit zien. Met betrekking tot gemeenten, daar spelen wij wel een belangrijke rol. Hè. Dus als iemand een vraag heeft van, ik wil een sporthulpmiddel bij de gemeente aanvragen, maar ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen, dan kunnen wij wel helpen om om te kijken wat staat er in het beleid, wat kun je nou het beste tegen zo'n gemeente zeggen. Gemeente kijkt eigenlijk altijd naar participatie, dus wij proberen daar een beetje in mee te denken van welke rol speelt sport nou op het gebied van participatie en hoe kun je dan zo goed mogelijk je aanvraag indienen. Maar jullie financieren niet zelf, stel de gemeente niet wil doen, wat gebeurt er dan? Ja, sporthulpmiddelen wel, maar niet bijvoorbeeld contributie. Wat we wel doen is verenigingen helpen, hè. Dus als een vereniging een sportaanbod wil opzetten, dan kunnen we daarin helpen. Dus daarin financieren we wel, en sporthulpmiddelen wel, maar verder eigenlijk niet. En hebben jullie een ambi-status? Want ik even gewoon kijken. Ja. Ja. Top. Hier vooraan is nog een vraag. Is het werk wat u doet ook voor de Wintertijd Challenge? Voor de Wintertijd Challenge. Ik weet niet zo goed wat de Wintertijd Challenge is. Met spierziekte en zo. Dat. Ik ken het zelf niet. Als daar aandacht voor moet komen en het moet op Uniek Sporten, dan graag natuurlijk. Want er was altijd een valide sport, een bekende. Louis van Gaal, Danny Blind, die dan in Amsterdam bij dat waren. En vandaar. Ah, oké. Ik ken het niet zelf. Nee, ik ken het niet. Wat voor challenge is het? Wintertijd challenge. Ja, wat moet je doen? Het was 's nachts van 2 tot 3, als de tijd zeg maar teruggaat. Ja. Sporten. Ah, oké. Leuk. Om geld op te halen voor de mensen met ziekte, zeg maar, die spierziekte. Voor mensen met spierziekte. Leuk. Leuk initiatief. Ik ben meer van de zomertijd challenge dan. Misschien iets om ook met de Stressful Social Club iets mee te organiseren. Hoe je bent gebeld om sporten nu. Wakker worden. Dankjewel voor de vragen. Heb ik nog wat vragen aan jullie. En dan begin ik even gewoon het rijtje af. Wat moet er volgens jullie veranderen om ervoor te zorgen dat er meer mensen gaan sporten? Ik begin aan deze kant. Nou, wat moet er veranderen? Ik geloof wel heel erg
in... kijk, ik begin mijn eerste college, nieuwe studenten, en dan vraag ik altijd, hoeveel mensen met een beperking ken jij in je omgeving? En dan is het meestal ja, 1 of 2, zeg maar. En dan zeg ik van ja, volgens de cijfers zijn er bijna 2 miljoen mensen in Nederland met een beperking. Dus waar zijn die dan? Waar zitten die dan? En hoe kunnen ze dan zo ver weg staan van de bubbel die wij hebben? Want anders zou je er wel meer moeten kennen. Dus ik geloof wel heel erg in dat elkaar ontmoeten en leren kennen en op die manier elkaar beter begrijpen. En dat probeer ik dus ook te stimuleren in die minor. Dus dat is 1. En een tweede aspect is, waar ik heel erg in geloof, is zeg maar dat er nu ook, en dat voel ik wel steeds meer aankomen, een soort van maatschappelijke beweging moet komen voor mensen met een beperking. Dus je hebt zeg maar de hashtag MeToo, maatschappelijke beweging was nou ja, een soort van behoorlijke misstand. En er was heel veel maatschappelijke aandacht voor en daar, dat opende zeg maar en dat bracht openingen. En de queer LGBTQI plus community die heeft ook zo'n soort maatschappelijke beweging met de gay pride of noem maar op. Dus daar worden ook dingen geopend en bespreekbaar gemaakt. En ik zou dat de doelgroep mensen met een beperking ook heel erg gunnen. Dat ook vanuit een maatschappelijke beweging zou ontstaan. En hoe je dat precies moet organiseren of opzetten, dat weet ik nog niet zo goed. Maar dat het wel gewoon inderdaad gewoon doodnormaal is dat die mensen... werken waar ze willen werken en dat ze op hun talenten worden ingezet en niet chronisch onderschat worden. Want dat is wel heel erg nog steeds aan de hand in Nederland. Dus dat zou ik ook heel erg die doelgroep gunnen. En ik voel wel dat daar steeds meer reuring in komt. Ik denk dat dat binnen nu en 10 jaar wel gaat gebeuren, hoop ik. Dankjewel. Loie, wat... Ja, ik merk dat die zichtbaarheid, dat die heel erg... ook inderdaad aan het opkomen is. Een kleine anekdote. Vorige week liep ik met mijn buddy voor het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. En daar waren ook 2 frame-runners. En het bizarre is dat van de top 5 snelste lopers waren 3 met een handicap. Dus de frame-runners, inclusief mijn buddy en ik, wij waren gewoon de snelste op dat evenement. En ik vond dat zo... ik werd zelfs ingehaald door die frame-runner en ik wist niet wat me overkwam. Want ik had eerder in Etten-Leur had ik ook een keer een frame-runner gezien die best wel langzaam was. En iedereen ging er echt met een massa omheen. En opeens kwam er zo'n frame-runner langs me en dacht van, wat is dit nou weer? En even later werd ik ook door die 2e frame-runner ingehaald. En ik vond het toen zo hartverwarmend dat wij gewoon met z'n 3 gewoon eigenlijk die kopgroep waren. Dus ik denk dat wij in onze doelgroep, en het maakt niet uit of je nou visueel beperkt bent, of een bepaalde spierziekte hebt of een andere handicap... wij moeten ons gewoon steeds meer laten zien op grote evenementen, zoals de Dam tot Damloop of andere evenementen waar gewoon veel mensen op afkomen. Dat ze elkaar inderdaad aanstoten en zeggen, hey, moet je eens kijken. En niet op een manier van uitlachen, maar meer kijken hoe mooi het is dat ze aan elkaar met een koordje zitten. En opmerkingen zoals samen sport is leuker dan alleen zijn dingen die ik heel vaak dan ook inderdaad voorbij hoor komen op grote evenementen. Dus leuk. Ik denk, zichtbaarheid is het korte antwoord. Heel goed. Wout? Ja, ik sluit mij aan bij de zichtbaarheid. Paralympische Spelen moet natuurlijk enorm veel aandacht krijgen straks. En net zoveel als de Olympische Spelen. Je ziet dat dat al de goede kant op gaat. Hè. Dat was de rolstoelbasketbalfinale, was op Psycho werd uitgezonden. Dat soort dingen heb je natuurlijk wel nodig om mensen bekend te maken met aangepast sporten. Ook om een stukje bewustwording te creëren. Hè. Want heel veel mensen die kennen het gewoon niet. Paul heeft het er niet over gehad, maar die geeft fantastische clinics op basisscholen. Voor groep 7 en 8. Die kinderen leren dan van wat is het om te sporten in een rolstoel. Hij vertelt zijn persoonlijke verhaal. En je ziet wat dat doet met die kinderen. Die denken de volgende keer meteen. Hey, het is niet, als je een beperking hebt, niet meer mogelijk om te sporten. Maar er is nog veel meer mogelijk. En ik denk ook zoveel mogelijk betrokkenheid vanuit de zorg. Dus dat de huisarts niet alleen maar denkt van hoe maken we iemand beter. Maar dat hij zegt ga sporten. Neem contact op met je buurtsportcoach. Dat vanuit de zorgteams ook sport altijd wordt meegenomen vanuit de gemeente. Zodat iemand altijd gaat nadenken van wat zou ik kunnen doen en wat kan sport en bewegen voor mij betekenen. Mooi, dankjewel. Laatste vraag aan jullie alle 3. Wat wil je de mensen hier in de zaal of de mensen thuis nog meegeven? Begin ik even aan de andere kant. Zoek iets wat je leuk vindt. Want als je een sport gaat doen om het sporten, dan hou je het waarschijnlijk niet vol. Dus zorg echt dat je gaat ontdekken wat je leuk vindt, waar je blij van wordt. Dan hou je het zo lang mogelijk vol. En of dat voetbal is, of dat volleybal is, fietsen, dat maakt eigenlijk niet uit. Maar zoek binnen je mogelijkheden wat je kan en wat je leuk vindt. En dan levert het veel op.
Dankjewel, Louis. Ja, ik merk, ik werk natuurlijk ook in het onderwijs en ik merk juist dat de doelgroep die op de middelbare schoolleeftijd zit, dat die zeker met een visuele beperking dan even een soort van dip krijgen, waarin alles slecht is en alles slecht gaat, weet dat het daarna beter gaat. Ik heb ook rond die leeftijd van 19, 20 jaar heb ik het heel zwaar gehad, tenminste vond ik toen, achteraf gezien valt het eigenlijk wel mee. Maar weet dat je de kracht kan vinden om terug te krabbelen en mooie dingen te doen, ook al is het op je 30ste of 32ste. Dus, en ga inderdaad dingen doen die je leuk vindt. Dat hoort daarbij. Dankjewel. Rinus? Ga het ongemak gewoon aan. En als je dat kan overwinnen, dan brengt je dat superveel. Heel mooi. Dankjewel. Mag ik een hartstikke groot applaus voor deze drie mensen? En daarmee zijn wij ook aan het einde gekomen van het plenaire deel. Zometeen gaan wij verder voor nog vragen die hier gewoon gesteld kunnen worden in de zaal. Maar via deze weg wil ik alvast een paar organisaties bedanken. Ook voor de thuiskijkers. Dat zijn natuurlijk de Special Social Club die dit organiseren. En zoals ik al zei, ze organiseren meer dingen. Zo staan ze bijvoorbeeld ook in samenwerking met Handicap NL binnenkort op Open Air Festival. En hebben ze nog meer van dit soort social talks. Dus hou de socials in de gaten van de Special Social Club. Veel tongbrekers. Dank jullie wel. Dan wil ik verder Paul en Claire bedanken voor jullie verhaal. En ik wil deze drie fantastische gasten bedanken. Maud Werker van Fonds Gehandicapten Sport Nederland. Louis van Eck van, als vertegenwoordiger van de Special Social Club. En Rinus van der Schoof van de Haagse Hogeschool. Ja, en daarmee wil ik het dus wel echt afsluiten. En jullie hebben allemaal lang genoeg stil gezeten. Dus kom lekker in beweging wat er allemaal in beweging kan komen. En laten we nog even gezellig met elkaar doorpraten. Dank jullie wel.